Na jaren van voorbereidend werk is de Stichting Dierenbescherming Suriname in november 2016 gestart met een voorlichtingstraject voor schoolgaande kinderen. Dit deed zij in samenwerking met het MINOC. Vanmorgen is de laatste sessie van deze reeks instructiebijeenkomsten afgerond. Volgens de stichting is het doel van dit voorlichtingstraject kinderen bewust te maken hoe belangrijk het is om huisdieren of gezelschapsdieren goed te verzorgen en wat deze goede verzorging inhoudt. Tijdens het voorlichtingstraject zijn mediatheekmedewerkers van de meeste scholen in Groot-Paramaribo door middel van instructiebijeenkomsten voorbereid op het geven van interactieve lessen aan de kinderen. Dit in het kader van dierenverzorging en dierenwelzijn. Mariska Bemelmans, projectmanager van de Stichting Dierenbescherming Suriname, vertelt waarom er voor mediatheekmedewerkers is gekozen. Kijk, het voorlichtingsmateriaal wat we hebben verzameld is eigenlijk voor de echte schoolgaande kinderen van alle leeftijden als het ware. En we hebben gekeken samen met het MINOF, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wat is de beste ingang om op korte termijn dit lesmateriaal aan de kinderen te kunnen aanbieden. Dus eigenlijk hebben we gekeken naar van hoe kunnen we dat toch een wat minder lang traject laten zijn, zodat we toch zo snel mogelijk kunnen beginnen met het voorlichtingsstuk. En daarom zijn we uitgekomen op de mediatheken. Ook omdat de mediatheek dames al vaker ze hebben bepaalde culturele uurtjes in het jaar en dan kunnen ze een uitstapje doen. Dan kwamen mediatheekdames met de klasse ook het asiel bezoeken in combinatie met de dierentuin. Dus eigenlijk was die ingang vrij voor de hand liggend om dat te kiezen, zodat we binnen korte tijd het lesmateriaal aan die kinderen kunnen aanbieden via de mediatheekdames. De lessen zullen desgewenst door vrijwilligers van de dierenbescherming bijgewoond worden. Tijdens deze lessen wordt er gewerkt met voorlichtingsmateriaal verstrekt door de stichting. Bemelmans vertelt verder wat de stichting dit jaar nog zal doen. Dierenbescherming gaat sowieso verder met het voorlichtingstraject. We gaan nu, dit is de laatste sessie van een serie van 7 bijeenkomsten. We gaan kijken hoe dat mediatheekmedewerkers dit aan de kinderen gaan aanbieden. Of we daarbij van dienst kunnen zijn. Of er misschien aanpassingen moeten komen. En dan gaan we waarschijnlijk een vervolgtraject inzetten. De dierenbescherming gaat dit jaar sowieso bezig blijven om te trekken aan het van kracht worden van de net aangenomen wet. Ja, want we hebben nu een wet dierenwelzijn, we zijn daar heel blij mee met die eerste stap. Maar er moet nog veel gebeuren voordat het daadwerkelijk gaat werken. Dus daar willen we eigenlijk ons voor blijven inzetten. Natuurlijk blijven we, een van onze belangrijkste takken van sport, de sterilisatieprojecten organiseren. Als we budget hebben, als we dierenartshulp hebben, willen we toch weer proberen om elk jaar een beetje meer sterilisatiecampagnes aan te bieden, zodat we mensen kunnen helpen om hun dieren gesteriliseerd te krijgen. En op die manier al die nesten, puppies en kittens die op straat vinden, om die te voorkomen. We gaan altijd bezig blijven. De onderwerpen van de lessen die de mediatheekmedewerkers aan de kinderen zullen geven zijn: dieren hebben ook gevoel, de basisbehoeften van dieren, dierenmishandeling en de zwerfdierenproblematiek. De laatste sessie is gehouden in de trainingszaal van de ontwikkelingsdienst van het MINOC.